Ja, nee. Jongens, wat is dit? Ja, oké, we gaan een ander potje in. Ik zie jullie het volgende potje weer, jongens. Want het spel is kut geworden. Hallo mensen en welkom terug op mijn kanaal InfinityNL. We gaan natuurlijk weer verder met de Road to Prestige Master. En dat gaan we natuurlijk lekker doen op een willekeurig potje. Want het is een beetje het probleem met Black Ops 3. Het is een heel leuk spel. Het is mijn favoriete Call of Duty ever. Dat heb ik al gezegd. Maar het is verschrikkelijk om potjes te vinden. Dat is voor mij gewoon een soort van werk. Het is een soort van competitie om eindelijk eens even in een potje te komen. En vooral een potje naar keuze. Dus we gaan even kijken of we dat kunnen doen. Maar zodra dat gelukt is, zie ik jullie in het volgende potje. Yo mensen, we zijn nu in een potje op de map Metro met de KN44 met de Gravity Spikes als specialist. En we gaan natuurlijk gewoon weer kijken of we een leveltje omhoog kunnen gaan. En dat zal waarschijnlijk wel lukken. Want zoals je de vorige aflevering al wel hebt gezien, is dat wij heel dichtbij zijn om weer een leveltje omhoog te gaan. Dus ik ken al deze maps natuurlijk als mijn eigen broekzak, zeg maar. Niks van wat ik hier zie is nieuw. En ik ken heel de layout aan mijn kop. Ik kan het gewoon letterlijk dromen. Wat heel erg is. Oh mijn god, ik ga jou niet challengen, vrienden. Wat wel zo is natuurlijk heel veel... Het is natuurlijk heel anders dan post 2015 Black Ops 3. Waar iedereen de game natuurlijk nog een beetje aan het bekijken was en doen. We spelen ook maar tegen 3 man. Ja jongens, ik kan er echt niks. Maar dan ook echt niks beters van maken gewoon. Het is heel jammer dat het eigenlijk gewoon een dood spel is geworden. Dus ze kunnen... Oh, kijk, er komen al eenmaal mensen bij. Dat is gaaf. Dat is leuk. Zeker. We hebben 1 kill in de pocket. Schiet niet op. Ik speel niet heel graag Team Deathmatch in Call of Duty's. Ik speel het liefst Objective Game Modes. Simpelweg omdat er altijd standaard net iets meer actie in zit. Maar ja, ik kan dat natuurlijk niet... De game mode naar keuze kan ik gewoon niet vinden. Omdat het gewoon zo dood is. Dus we moeten doen met wat we kunnen vinden. Ja, we spelen nu tegen 5 man. Er komt nou nog 1 iemand bij. Maar joh, er is echt letterlijk helemaal niks te bekennen. Een UAV'tje zou handig zijn. Maar... Ja. Oké, ze zitten daar allemaal een beetje. Dat is ook zo'n ding. En alle nieuwe Call of Duty's is de minimap... nieuwe Vanguard is natuurlijk minimap... markers op je minimap wanneer mensen schieten is een perk. En dat is zo ontzettende bullshit gewoon. Natuurlijk, tenzij je een silencer hebt, kom je natuurlijk niet op de map. Maar... Jongens, ik heb al 1000 keer heel die map rondgelopen en ik kom eigenlijk heel weinig tegen. Oké, scavenger, nice. We staan wel dik voor, moet ik zeggen. Oh, Hassels hebben een UAV'tje. Dat is ook niet helemaal de bedoeling. Zeker. Oeh, babe. Oeh. Iemand zit met een soort Shiva te schieten daar. Dat ding is best wel sterk. Die kan je in 2 kogels al killen. Dus daar moet ik een beetje op gaan letten. Ik heb mijn Gravity Spikes hebben klaarstaan. En, ja, weet je wat? Fuck it. Daar zijn ze. Altijd een leuke trick natuurlijk. Oh, dat is een like. Dat is niet... Oké, daar komen wat mensen aan. Daar is die Shiva. What the fuck? Ik ben ge... Wat gebeurt er, joh? Wat? Ik weet niet meer wat voor specialist was er, jongens. Volgens mij was dat iets van de Firebreak of zo. Dat zal wel. Die kan ik nog niet, die heb ik nog niet vrijgespeeld. Oeh, lekker headshot. Natuurlijk, camo challenges kan ik ook op zich wel gaan doen. Dark Matter, maar dat is voor mij niet neergelegd, zoals je kan zien. Lekker teammate. Oh man, ik ga net precies op het verkeerde moment doe ik dat randje op klimmen, joh. Ik heb... op dit moment ook maar... Oh man. Zal hij op mij aan het wachten zijn? Oh, ik had hem bijna.
Wat een Manowar. Is ook een heel sterk dingetje. Eens kijken. Enforcer kill. Oké, er komen heel veel enemies hier aan. Oh, ik had net geen... Ik was vergeten te reloaden. Oeh, ik ben bang. Ze zitten allemaal om me heen namelijk. Oh god. Waar komt hij vandaan? Zo jammer dit weer, hè. Echt mediocre gameplay noemen we dit. Dit is gewoon mediocre as fuck. 10 om 9. Oh jongens toch. Wat een content, hè. Crafty spice heb ik weer klaar. Dat is wel... Ik heb om een of andere reden ook gewoon... Iets waardoor ik niet helemaal lekker meer raak kan schieten. We hebben... Teammate heeft een hater gehaald. Ik vraag me niet hoe. Ik vraag me ook niet hoe ik daar weer dood ging, want ik was een lang doekje om. Verschrikkelijk. Echt fucking kut. Oké, dus... Ja... Ik moet zeggen, in deze hele serie hebben we ook niet echt hele leuke maps gehad. Ik had eigenlijk gehoopt op... Ja, op elke andere map dan deze, eerlijk gezegd. Maar ja, ik doe het natuurlijk ook met wat ik heb. Maar kijk dan, ik snap het niet. Ik kan er niet meer mee raak schieten. Ik durf hem gewoon niet te challengen, omdat ik gewoon weet hoe scheef ik ineens ben met het ding. Kijk dan. 37-10 gaat die gast. En ik ben degene die je video aan het maken is hier. Shit. Jongens. Ik speel natuurlijk gewoon altijd nog een potje erachteraan, maar... Ja, leuk is het niet. Leuk is het niet. Als je wil dan weer 50 afleveringen van maken, dan moeten we zo verder gaan. Het is alsof... Dankjewel, teammate. Dat, Oh, daar heeft iemand een, site. Oh, ik snap ook niet waarom ik hem wou challenge. Ik dacht, misschien lukt het. Misschien lukt het niet, maar de site is natuurlijk ook een hele sterke specialist om te hebben. We zijn nou ook gewoon gecounterd. Nou ja, nog 5 kills en we hebben het potje gewonnen. Hartstikke leuk. Ik ben ondertussen hartstikke klaar met deze game. Headshot. Ik hoop dat we gewoon in ieder geval dit potje een level omhoog kunnen. Oh. Oké, we hebben gewonnen. Ik ga gewoon gelijk deel naar het volgende potje, jongens. Want hier, dit was een potje van niks, natuurlijk. Iemand had sentry gun. Final kill met een sentry gun. Best wel mooi. Best wel lachen. Maar de hoek staat 48-10. Ik weet niet hoe die het voor elkaar heeft gekregen, maar ik zat helemaal niet in de zone. Ik kon er niet in komen. Ik sta wel tweede van mijn team. Ja. We gaan gewoon lekker naar het volgende potje, jongens. Kijken of we een leukere map krijgen. En kijken of we wat sneller enemies joinen. En misschien ook een potje naar keuze. Een objective game ook. Dus ik zie jullie het volgende potje. Later, mensen. Hallo mensen, we zijn vandaag in een potje gekomen van Team Deathmatch alweer. Want ik kan niks anders vinden. En even mijn settings controleren. Ja, oké, we zijn klaar. We kunnen verder. Eventjes controleren of alles een beetje goed stond. Jongens. Het volgende potje ging natuurlijk... Ik hoorde al iemand over mij heen springen. Ik hoorde het al. Deze map ken ik ook ontzettend goed. Manowar gaan we niet doen vandaag, jongens. Ik voel totaal die Manowar niet. Het is een goed wapentje, hoor. Maar ik heb meer het idee dat de Kuda het hier een beetje beter op gaat lopen doen. Op de manier waarop ik ga pushen en de manier waar ik het op doe. Maar ik hoop dat we het potje van net een beetje kunnen rechttrekken, jongens. Want anders gaan we echt stoppen met de serie. Als het echt niet beter gaat als het nu gaat. We spelen weer niet tegen 6 man.
Oh man! Hardened sentry. Uh-oh. Uh-oh. Kan ik er langskomen? Ja. Ik hoop dat er wel meer mensen joinen. Uiteindelijk. Vanwaar? Oh, dat is die sentry, joh. Of course. Of course. Dat is die line of sight van die sentry. Oké. Oh, waarom lukt dit niet? Het is frustrerend, wat... Ik weet niet wat er in de loop der jaren is gebeurd. Misschien word ik wel te oud voor het spel. Kan. Zou kunnen. Ik begrijp niet waarom het niet helemaal wil lukken zo... Als ik zou willen dat... Hij zit achter het... Vertel mij van waar! Ik zag hem toch helemaal niet? Zagen jullie hem? Ik zag hem niet. Ik zag hem gewoon niet. Hij zou toch... Hij zat recht voor mijn neus. Ik zag die gast achter het bed, zag ik verschuilen. Dus ik zat daarop gefocust. Dus ik dacht van, daar kan hij me toch niet doorheen schieten, dacht ik. Maar er was gewoon iemand die voor me stond. En net zag ik hem trouwens wel weer lopen. Dus ik dacht van, is hij misschien aan het hacken? Maar dat is hij ook niet aan het doen. Jolle, hele pacht. Hele pacht. Maar het gaat eigenlijk weer net zo kut als net. We spelen... Oh, waar dan? Ja, ik kan me... Chum, nee. What the fuck is dit voor... Is het iemand in... Ja, nee! Jongens, wat is dit? Ja, oké, we gaan een ander potje in. Ik zie jullie het volgende potje weer, jongens, want dit spel is kut geworden. Een ander potje. Ik vind het zo ontzettend jammer. Waarom moet dit nou weer gebeuren? Dit is trouwens de map waarop ik een keer een Jaraski tegen ben gekomen. We hebben gelijk een hater. Dit is een map waar ik een keer Jaraski in Gungame, in zijn Gungame serie mee tegenkomen. Ik had hem een keer gekilled, vond ik lachen. Wil je dat segment nou een keer op mijn kanaal zien, dan ga ik het zeker een keer uploaden. Dat is al 5 jaar geleden ondertussen, maar het is nog steeds leuk. Ik hoop niet dat er al te veel hackers in blijven zitten, want dan, ja, dan nemen we gewoon de serie voor wat het is. Hebben we gewoon een leuk paar potjes gespeeld. Maar die precies massa gaat er dan gewoon niet komen. Ik ga niet elke keer tegen hackers spelen als ik precies massa wil worden. Dan had ik het maar 5 jaar geleden moeten hebben gedaan. Maar ja, de game heeft natuurlijk niet zoveel support als het eerder had. Terwijl het toen het nog echt populair was, weet je wel. En vandaar dat het nou zo makkelijk is. Als je nou Black Ops 2 op gaat starten, is het nog erger, weet je wel. Dus ja, ik hoop niet dat al te veel tegen te komen, maar ik had ook helemaal niet verwacht dat ik dat zoiets tegen zou komen. Eerlijk is eerlijk. Ik had het niet verwacht. Maar ik werd ook zo... Oeh. Lekker, we zijn een leveltje omhoog gegaan, jongens. We zijn een level, we moeten natuurlijk tot level 55 om die prestige te halen. Waar zit hij nou? Zit hij onder? Dat kan toch niet? Hé? Er zit hier iemand, zeg je het hier, maar ik zou niet weten waar. Want voor zover ik weet heeft dat gebouwtje maar 2 verdiepingen. Als hij nou aan het hacken is, dan word ik helemaal gek. We zijn natuurlijk wel echt dikke playing game in gegaan. En ik heb super veel geluk met die hater natuurlijk. Staat daar nou iemand stil? Oh nee, hij gaat lopen. Maar ja, ik ga wel het potje hierbij laten zometeen. Want dan heb ik eigenlijk in principe 3 potjes gespeeld. En twee halve potjes, dus. Oeh, shit, ik had bijna mijn UAV. Maar het potje is gewoon al bijna voorbij, jongens. Maar we zijn in ieder geval een leveltje omhoog gegaan deze aflevering. En dat is zeker leuk. Ik ben nou ook trouwens helemaal niet... Kijk, we hebben iemand anders, die gaat 39-3. Ja, zo'n score zou ik graag voor jullie willen neerleggen. Maar wat niet gaat... Dat gaat niet. Nou, dat spant weer een. De game is zeker niet wat het geweest is. Maar we moeten het er denk ik maar een beetje mee doen. Oké, nou, wat doe ik?
Ik kan ook niet helemaal uitleggen waarom het ineens zo heel lastig voor mij is om te aimen. Want als ik in nieuwe Call of Duty's aim, is er geen probleem. Maar dit voelt allemaal zo stroef om een of andere reden. Ik weet niet waarom. En dat heb ik eigenlijk al de hele tijd last van. Elke keer als ik iemand raak, als ik op iemand aan het schieten is, voelt het nooit comfortabel of zo. Wat een kansloze video is dit, zeg. Dit is misschien wel de meest kansloze video die ik in mijn hele kanaalcarrière heb gecreëerd. Oprecht. Ik heb één potje gespeeld wat helemaal kut ging. Ik heb één potje gespeeld waar een hacker in zat. En ik heb één playing game potje gespeeld met iemand die wellicht ook aan het hacken was, want die staat 56-3 en heeft een heel raar vierkant vakje in zijn naam staan. Dus ik weet het niet, jongens. Ik heb wel een paar leuke... Ik vind het leuk om Black Ops 3 weer te spelen, maar om het echt door te zetten naar die road toe... is nog maar de vraag om echt precies master te worden, want ik zie het niet zitten op deze manier, weet je wel. Dat ik om elke seconde dat ik geen potje kan vinden, dat er hackers in zitten, weet je wel. Dat ik er gewoon letterlijk niks meer van kan. Ik snap het ene lukt me niet echt lekker. Het gaat niet echt lekker. Ik ben ook niet. Ik ben letterlijk alleen maar deze game aan het spelen op het moment dat ik aan het opnemen ben. Dus ik heb ook niet heel veel. Ik heb ook niet heel veel tijd om te oefenen of zo. Buitenling. Want ik speel ook al allemaal andere games. Maar het leek me leuk om gewoon terug te komen in Black Ops 3. Maar dit is een beetje een. Deze serie loopt hier niet heel erg op holletjes. Maar ik hoop toch dat jullie het leuk vinden om mij een beetje te zien falen. En een beetje te zien hoe Black Ops 3 er nou aan toe zit. Er komt nog wel een volgende aflevering aan. Die ga ik ook zeker maken. Maar mocht dit nou zo blijven zoals het nu is, dan gaan we geen precies master halen. Daar ben ik bang voor niet. Maar jongens, vonden jullie deze video alsnog leuk? Ik kan me niet heel goed voorstellen. Maar vonden jullie het leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. En laat even wat tips achter, want ik kan er niks meer van. Laat even wat tips achter hoe je beter wordt in deze game, want ik ben het verleerd. Jongens, ik zie jullie de volgende keer. Later mensen.